Eet gevarieerd, wees matig met vet en kies producten met veel voedingsvezels. Bruin brood bijvoorbeeld en groenten en fruit. Dat is goed voor uw gezondheid in het algemeen en het beperkt uw risico op sommige vormen van kanker. Wilt u meer weten? De Nederlandse Kankerbestrijding heeft samen met het Voorlichtingsbureau voor de Voeding dit boekje uitgebracht. Het heet Kanker, minder risico door goede voeding. Het ligt bij uw huisarts in de wachtkamer. Na de reclame, Charles en Diana. Tot nu toe eindigde elk sprookje met en zij leefde nog lang en gelukkig. Het sprookje van Charles en Diana eindigde ook, maar niet op die manier. Het begon allemaal in 1981. Miljoenen over de hele wereld waren getuigen van de huwelijksvoltrekking tussen dat gewone Engelse meisje en haar prins. De Engelse pers dweepte met het verse koninklijke paar. De kranten en de tijdschriften stonden er vol mee. Nu, 12 jaar later weer, maar dan in negatieve zin. Het huwelijk wat zo sprookjesachtig begon lijkt volledig op de klippen te zijn gelopen. Intriges, schandalen en ruzies, het is aan de orde van de dag. In 1992 maakte John Powers een 1,5 uur durende film over de schokkende waarheid achter de muren van Buckingham Palace. En voor de hoofdrollen koos hij Catherine Oxenberg en Roger Rees. Charles en Diana, verstoord geluk.